Welkom allemaal op deze bijzondere dag. Van Annie moest ik een aantal mensen bijzonder welkom heten. Dat heb ik dan bij deze gestaan, Annie. Andere mensen ook gewoon welkom heten. De statenleden moest ik ook bijzonder welkom heten. En bij de portier hangen dadelijk twee lijsten. Kunt u zien of dat u bijzonder welkom bent of welkom. Als u op geen van deze lijsten vermeld staat, hebben we u fatsoenshalve toch maar uitgenodigd. We moeten eigenlijk wel een beetje doordouwen nu, want ik had vanochtend onze premier nog aan de telefoon. En heb ik aan hem gevraagd, joh, weet je dat nou zeker? Kunnen wij nog gewoon met dat hele vuurwerkverhaal dat overhuis nog tegen de vlakte helpen? Hij had sowieso geen herinnering meer aan dat hij me gesproken had. Maar hij dacht dat er wel een positief besluit was geweest. We gaan een karakteristiek gebouw tegen de vlakte helpen. En ik zal u vertellen dat ik daar in het begin euforisch over was. Ik liep echt te glimmen en ik was blij. En het was voor mij een feestje. En toch gaat het me nu steeds verder aan het hart. En dat komt door de emotie die erop zit. En we gaan dus vandaag geen feestelijk tintje eraan geven, maar we gaan echt wel iets doen wat een behoorlijke impact heeft voor heel veel mensen. Ik kom daar nog op terug. Kijk, politici en lokale krakenbijters, die zijn natuurlijk blij dat het tegen de grond gaat. Want we halen een steentje uit hun schoen wat er al heel lang ingezeten heeft. Het term FOS was voor sommige mensen een kassa. We hebben hier ook bedrijven gewerkt die zagen ons als één gigantisch grote kassa van 57 hectare. Er zijn ook bedrijven geweest die er alles aan hebben gedaan en hebben moeten doen om het hoofd boven water te houden. Eigenlijk al een beetje geïnitieerd in het faillissement van Termfos, maar ook toen wij in het begin aan de gang gingen. Er was nog weinig geld en het was best moeilijk om het aan de gang te krijgen. Heel veel bedrijven die wilden eigenlijk alleen de portemonnee vullen en daarna wel keihard wegrennen. Terwijl andere bedrijven keihard wilden werken en gewoon goed nadenken hoe we deze klus zouden kunnen klaren. Voor heel veel hardwerkende Zeeuwen stond het overhuis eigenlijk symbool voor een tijdperk van voorspoed. Want zit daar een meneer die was directeur van Termfos. In 67 heb ik net gehoord, zijn ze hier begonnen. En ze brachten voorspoed en ze brachten werkgelegenheid, pecunia's, brood op de plank, studie voor je kinderen. En laten we eerlijk zijn, Zeeland toen was nog niet echt helemaal erg ontwikkeld. Met dit soort bedrijven, de komst ervan, is dat natuurlijk enorm in een stroomversnelling gegaan. En dit soort bedrijven betaalden ook andere bedragen als dat je bij de lokale akkerbouwer zou kunnen en mogen verwachten. Met name in de Heugstijd, toen er 1000 mannen hier rondliepen. Maar later ook Termfos, misschien in wat mindere mate. Het waren gewoon hele goede werkgevers. Dat hoor ik van al het oude personeel wat hier rondloopt, die gewoon echt daar hele warme gevoelens aan over hebben gehouden. Ik hoor wel eens, het was een familie van 1000 man. Nou, dan ben je nog een grotere familie als de Tros. Die pretendeert de grootste familie van Nederland te zijn. Er zijn ook nog Zeeuwen, die zijn nog bijzonderder. Die hebben hier heel hun leven gewerkt. Die hebben misschien wel deels helpen opbouwen van de plant. En die moeten het nu ter graven dragen. Dat is natuurlijk nog heel raar. Toen ik hier in het begin kwam, had ik in mijn hoofd hoe we het gingen slopen en afbreken. En achter mijn rug om liepen mensen met een doekje de zaak nog een beetje schoon te houden. Dat hadden ze al 30 jaar gedaan. En ik begrijp dat. Ik heb ooit een keer de brand bij de TU Delft moeten doen. De faculteit bouwkunde. En ook daar waren mensen die serieus dachten dat ze de andere dag naar hun werk konden. Onbestaanbaar. Maar je moet het wel uit je systeem krijgen. En je moet wel ermee om kunnen gaan dat alles waar jij keihard voor gewerkt heeft vanaf 2012 is gestopt.
En dat is niet makkelijk. En ik heb hier mensen die ik erg waardeer, die in het fosfor staan als een leeuwentemmer in een kooi, zal ik maar zeggen, gezien met de tranen in de ogen. Er zijn ook mensen die ontbreken vandaag, die ik nog heb geprobeerd om over te halen van, joh, kom nou. Ik wil het echt netjes houden, maar die kunnen het gewoon niet opbrengen. Dus ik wil ook dadelijk zeggen, we gaan niet klappen of juichen als die te gronde gaan. Dat wil ik u echt allemaal vragen, want het is niet voor iedereen een feestje. Dus als we dat met z'n allen willen respecteren, zou ik erg waarderen. En dan heb je nog een categorie. Ik heb er net mee gesproken. Ik werd er zelfs een beetje emotioneel van. En dat zijn familieleden van mensen die hier het leven hebben gelaten. Er is ook een ongeluk gebeurd in 2009. En daar hebben twee mensen het leven verloren. Ik heb er het bedrijfskrantje van gelezen van toen de tijd. Dan lopen werkelijk waar de rillingen over je rug. Ik ga daar niet inhoudelijk te veel over zeggen, omdat ik er niet alles van weet. Ik weet wel dat ik een mailtje kreeg. Iemand had gezien in mijn euforische tijd dat ik had gezegd, joh, we gaan een knalfeest geven met het overhuis. En hij zei, joh, weet je wel wat er gebeurd is? Er zijn potverdikkeme mensen ook gesneuveld daar. En vanaf die tijd denk ik er ook anders over. Het is geen feest. Het is eigenlijk een tragedie. Het is een afsluiting van een tijdperk. En ik wil dan ook mijn respect uitspreken naar alle mensen die hieraan gewerkt hebben. Gewoon tegen hun zin, heug en meug. Maar die toch gebracht hebben het resultaat waar we nu staan. En daar ben ik beren trots op dat die mensen dat hebben willen doen. Dus allemaal bedankt. En dan die twee mensen die inderdaad gewoon 's ochtends naar hun werk gingen. Hey, tot vanavond, hè? Ja, tot vanavond. Nou, niet. Nou, die mensen die wil ik eigenlijk symbolisch wil ik dit moment dadelijk aan hun opdragen. Dat gaat nog een beetje verder, want een collega heeft mij benaderd of dat hij dadelijk symbolisch het overhuis mag laten springen. En natuurlijk hebben wij daarin toegestaan. Alle mensen die daar nog verdriet van hebben, wil ik eigenlijk een hart onder de riem steken. En ja, goed, nogmaals, het medeleven betonen van alle mensen van VCB. Voor ons moet ik zeggen, hè, want saneren doe je natuurlijk samen. Is dan het overhuis weer ineens gewoon heel koud een object in een heel groot project. Het project Termfos. En Termfos is een gigafabriek die een levensgevaarlijk goedje produceerde, fosfor. Sorry. In 2012 is die fabriek, goed renderende fabriek, eigenlijk een milieuramp geworden in slow motion. Niet iedereen staat daarbij stil, maar zo is het eigenlijk wel. Het bedrijf ging failliet en de installatie die leende zich eigenlijk niet voor heel veel andere dingen als fosfor maken. Hè? Je kon hem niet ombouwen om worstenbroodjes in te doen of weet ik wat. Of noem het elke industriële toepassing. Dat ging gewoon niet. Dus de fabriek, daar werd de stekker uitgetrokken. Er waren geen andere opties. Maar een fabriek slopen waar nog zoveel grondstoffen in zitten en vervuiling, dat kan pas na een hele grondige sanering. In het begin is geprobeerd om eerst te saneren, met name het fosforgedeelte, en dan daarna de fabriek te slopen. Nou, dat bleek eigenlijk wel dat dat heel lastig was. En daar hebben we ons met z'n allen, ik zeg nadrukkelijk altijd ons met z'n allen, zwaar aan verteeld. En dat werkte gewoon niet. Er was gebrek aan expertise, er was gebrek aan daadkracht, realisme en vooral geld. En eigenlijk misschien nog wel het meest samenwerking. En dat is door velen onderschat. En Termfos is ook nog gebruikt in diverse discussies van Jan en alleman, waar Termfos eigenlijk helemaal niet voor bedoeld was. Termfos was een probleem en een project op zich. Maar goed, in die tijd, we wisten gewoon met z'n allen niet beter. Maar tussen velen zijn er altijd gelukkig toch enkele die dan toch weer opstaan, het voortouw nemen en ermee aan de gang gaan. En er kwam ook hulp uit Den Haag. Toen nog wel. Maar het liet ook, net als met de mariniers, wel wat lang op zich wachten.
Er was regelmatig overleg met die meneer die zo bekend is van De Wereld Draait Door. Hoe heet hij ook weer? De Dijsselbloem. En die stuurde ons toen al een gezant. Dat was Diederik Samson. Dat is een bijzonder slimme vent. En dat meen ik echt serieus. We hebben hem hier door de fabriek geleid. En we moesten met 7 paarden tegenhouden. Want hij trok ons bij wijze van spreken door de fabriek heen. En hij zei, joh, ik ga er een boekje over opschrijven. Ik zei, nou, Diederik, zullen we er nog even over praten. En toen heb ik hem het verhaal verteld van Waterloo. Hoe dat nou allemaal zo gekomen was. Ik zeg, maar dat weet je waarschijnlijk wel, Diederik, Waterloo, hè? Waarom Napoleon daar de slag verloren heeft. Ja, nee, maar dat weet ik wel. Dat hoefde verder geen betoog. Ik zeg, oké, als jij het weet. Later kwam ik hem nog tegen in Leiden. Heb ik nog een gesprek gehad in een kroegje. En toen sprak hem er nog eens op aan. En hij zei, nou, eigenlijk, Tiro, om eerlijk te zijn, hoe ging dat dan in Waterloo? Ik zeg, nou, die Napoleon die was toen al gewend om voor een grote, zware veldslag ging hij altijd met zijn belangrijke generaals, ging hij naar de kroeg en er werd er gedronken en bier. En hè, dat waren natuurlijk verschrikkelijke moeilijke tijden. En iedereen was een beetje bang en zenuwachtig. En met een flinke dot alcohol achter je kiezen gingen ze dan de slag in. En Napoleon hield zijn toespraak en zei, jongens, we gaan er tegenaan, we maken er met z'n allen wat van. En we moeten het vooral samen doen. En op dat moment zei de waard achter de bar, generaal, op 1 bonnetje zeker. Non, non, Bonaparte, Bonaparte, zei hij. Dus en daar is het eigenlijk bij de slag bij Waterloo misgegaan. En dat is nu, door dat boekje van meneer Samson, is dat echt wel weggegaan. Hij schreef het op in 47 lullige pagina's. Maar dat waren wel pagina's die per stuk, ik heb het opgeschreven, €2.756 per pagina opleverden. Hij kwam met een lullige 27 miljoen. Voor wel een heel groot probleem, maar goed, we waren er toen blij mee. Hij zou oorspronkelijk hier zijn om u toe te spreken, maar hij kon niet. Ik denk wel dat ik kan raden wat hij aan het doen is. Hij is natuurlijk weer zo'n boekje aan het schrijven. Nu met 3600 pagina's als ik naar het bedrag kijk wat van Den Haag onze kant op moet komen. Maar daar hebben we het volste vertrouwen in dat hij dat gaat doen. En we kunnen dan ook dat geld uitgeven aan de dingen die we zelf belangrijk vinden voor Zeeland. Dat te zijn. En we hadden ineens een budget en we hadden een plan. Kijk, dit is het plan. In dit boekje schreef Diederik Samson wat we gingen doen. En de tekst, dat durf ik gerust te zeggen, heeft hij hier gepikt, de stiekem het. Saneren doe je samen. En ik denk dat wij dat met z'n allen bewezen hebben dat dat ook zo is. Dus ja, er was ineens budget. En ergens in 2017 was er ook een samenwerkingsovereenkomst. En daarmee waren eigenlijk de meeste puzzelstukjes wel op zijn plaats geadministreerd. En moesten we alleen nog een organisatie optuigen. Dat hebben we redelijk voortvarend gedaan. En we konden echt aan de gang. En we gingen vooruit. We gingen echt vooruit. Met mee- en tegenvallers. Het was echt met een heleboel dingen learning on the job. Ik zie daar iemand staan, een kraanmachinist die echt dingen heeft gedaan. En ik zit heel mijn leven in de weg- en waterbouw waarin ik zeg dat ik dat nog kon leren op mijn leeftijd. Ik ben net nog geen 50, maar goed, ik had het niet gedacht dat we dat konden doen. En we hadden ook een plan bedacht. En dat plan dat was eigenlijk redelijk eenvoudig. Ons aanvalsplan was gewoon val aan op een breed front en raak hem overal waar je hem zeer kan doen. En dat klinkt een beetje als een cowboyfilm. Maar niets is minder waar. Het is geen cowboyfilm. Wij werken en werkten volgens een heel stringent vergunningensysteem. Zowel intern als extern. En voor alles wat we moeten doen, hebben we een vergunning geregeld. Want je begrijpt, als je werkt met hele lelijke dingen als fosfor, asbest en radioactiviteit, moet je wel een beetje weten waar je mee aan de gang bent. Dus dat valt allemaal binnen de wettelijke kaders van de BSZO. En als je 57 hectare aan moet pakken, moet je ook wel van elkaar weten dat Pietje niet ergens zonnepanelen neerzet waar Jantje een leidingje weghaalt. Bent u er nog, heren van de EPZ? Ja, oké. Okay. Goed, dat is een intern grapje trouwens, mensen. Goed.
Want de invloed van Ten Vos die heeft zich niet beperkt tot ons terrein. Dat gaat tot 3 kilometer erbuiten. Er ligt namelijk een leiding van Ten Vos naar de kolencentrale. Dat is een fosfor gasleiding. En wij brachten daar gas mee naar de kolencentrale die daarmee werd bijgestookt. En ja, je kan die leiding er eigenlijk niet zomaar even uitrukken. Daar moet je ook die specifieke kennis van hebben, van die oude knoesten, en ik zeg het met het grootst mogelijke respect, van Ten Vos die hier werken. Want als die kennis weg is, dan gaat dat gewoon niet meer. Het is echt hele specifieke kennis. Ik zou geen product weten waar ik van vind dat het zo ingewikkeld en gevaarlijk is om mee te werken als fosfor. Ik neem even een slokje water als dat mag. Ik heb er nog een bibberhandje van, ziet u dat? Ja. Die fosforleiding die halen we eruit. Maar dat betekent niet dat we hebben gezegd dat we er langer over gaan doen. We doen het nog steeds einde dit jaar klaar binnen budget. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt met onszelf. En tot op heden is er geen reden om aan te nemen dat we dat niet gaan halen. En dan mag ik u hier wel een beetje onderhoudend toestaan spreken. Waarom is dat nou? Men zocht een boegbeeld voor voor dit project, wat niet te licht zou zijn voor zijn taak. En dan kunt u wel indenken waarom ze mij gekozen hebben. Maar dat saneren van Ten Vos, dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je samen met alle mensen van VCB. Allemaal kanjers in hun vakgebied. Soms korte tijd bij ons. Ik kreeg vanochtend een appie van iemand die niet zo heel lang bij ons is geweest, Philip. Ik weet hoe ik hem hierheen moest lokken. Maar hij heeft bij ons wel de cleaning aan de gang getrokken, getrapt en gedouwd met een gewoon sober realisme van joh, zo moeten we dat doen. En dat is hem gelukt. Ik was er erg trots op. Dus ik zei, kom je een biertje drinken? En toen was hij toch snel overgehaald. Maar ook mensen die vanaf de curatorentijd al betrokken zijn. Dus niet kort, maar langere termijn. En omdat ik niet bekend sta dat ik nou de hele tijd schouderklopjes uitdeel, doe ik dan bij deze collectief alle mensen die op welke manier dan ook het zweet op hun hoofd, in hun bilnaad of wat dan ook hebben gelopen voor dit project, allemaal uit de grond van mijn hart en uit de grond van de portemonnee van onze financier, van harte dank daarvoor. Maar we doen het als VCB zelfs niet alleen. We worden ondersteund door mensen van onze financier. Meestal is het andersom, ondersteunen we hun. Maar goed, in dit geval zeg ik dat wij worden ondersteund door de mensen van de financiers. En wat vooral kenmerkend is, is dat we nu met elkaar lachen. En dat we nu met elkaar ook mopperen. En niet meer over elkaar mopperen. Nee, we delen echt dezelfde visie. Ons team kent inmiddels ook Belgische leden. Dat is voor Hollanders momenteel wat minder leuk. Precies in een periode dat het Belgische voetbal gewoon echt ons aan alle kanten overvleugelt. Beetje jammer. Ik maak er dan ook meestal een beetje zure grapjes over. Maar dan moet ik toch altijd het onderspit delven. En natuurlijk zijn er ook mensen uit Den Haag die ons helpen en steunen. Dit zijn de betere, zijn niet van Defensie. Dus ook daar hebben we echt heel veel steun aan. En dan, ik sprak ze net nog, wil ik nog een bemoedigend woord doen naar de mensen van het bevoegd gezag. Het einde is in gezicht voor de mensen. Ik sprak net nog meneer Olieslager en Jan. Zij gaven ook aan hoe bijzonder zij het project vinden en ervaren. En ik snap het. Ik snap dat het moeilijk is als je zo'n fabriek aan moet pakken en je kijkt dan in het boekje bij hoe verwijder ik een Ten Vos fabriek. Ik heb er nog een naslagwerk van gevonden. Dat heb ik hier ook bij me. Wij doen hem bij 2 boekjes. Dat is dit. Handleiding voor sanering en sloop van fosforfabrieken. De inhoud is vrij. Ja, is niet geheim. Kijk, dat ziet er ongeveer zo uit. En ik kan u zeggen dat ik waarschijnlijk dat boek ga schrijven. En dan onder de welluidende naam van Fosforfabriek slopen by dummies. Dus niet voor dummies. En dat zullen jullie deugd doen. En binnenkort zijn jullie ook van ons af. Even kijken hoor.
Ja. En ik wil dan ook nog wel zeggen tegen de mensen van DCMR, ik weet niet of ze er zijn, maar we hebben dit evenement echt gemeld in een gebied tussen Vlagwedde in het noorden, Roermond in het zuiden, Hengelo in het oosten. En vanwege de Brexit hebben we Engeland deze keer overgeslagen. Goed. Om mijn verhaal niet al te lang en vervelend te maken, verzoek ik u verder op onze website te kijken. www.sanerendoeyesamen.nl. En deze kundige meneer Spielberg die hier staat, heeft alles wat wij hebben gedaan vastgelegd. Met drones en hele ingewikkelde dingen. En heeft hij al dat werk van die VCB-kanjers in beeld gebracht. En de bedoeling is om daar dadelijk een onderhoudende film van te maken. Oké, nou, ik realiseer me best dat ik niet de begaafdste spreker ben. En dat u wellicht ook toe bent aan een hapje en een snapje. Ik moet nog zeggen, de huishoudelijke mededeling. Bij de uitgang liggen dadelijk diverse zaken die u mee kunt nemen. Deze keer legaal. Ligt geen koper, jongens, maar gewoon andere dingen. Variërend van originele term voor spullen tot een mooi fotoboekje samengesteld door ene Cor Voogd. Cor, waar ben je? Oh, nee, Cor is buiten, denk ik. Topboekje. En ik zou het meenemen, want later kunt u nog zeggen, ja, ik heb een van de eerste Voogd. Die wordt gewoon nog geld waard, ga ik u garanderen. Nadien, na het springen, wat we gaan doen, en daar kom ik toch nog heel even op terug. Ik ben er best een beetje zenuwachtig over. Het is een fosforfabriek. We gaan ervan uit dat we alles goed hebben gedaan. Maar het kan makkelijk zo zijn. Een suikerklontje fosfor is genoeg om een rookpluim te ontwikkelen, bekant tot goes. We hebben alle nodige maatregelen genomen. Met bluswater en zaken om het te onderdrukken. Maar ik sluit het niet helemaal uit. Ik verzoek u ook, als het gebouw plat gaat, om niet te klappen en niet te joelen uit pietijd met de mensen die het gewoon eigenlijk een strontvervelend verhaal vinden. Ik zou het erg waarderen als u dat doet. Nou, de volgende spreker, dat is Johannes de Bat. Ik zou zeggen, geniet ervan nu het nog kan, want hij is menigmaal al gesignaleerd in het Binnenhof. Dus u weet wel dat restaurant, hè, en Goest, dus vergis u niet. Een van de mannen die wel zijn nek uit heeft gestoken in de tijd dat iemand heel veel anderen de verkeerde kant op keken. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw komst. U kunt mij dadelijk gewoon in het wild nog aanspreken als u vragen heeft. Dank u wel allemaal.